Ja, Dani, van tevoren hoop je dat je een leuke, een goede wedstrijd gaat spelen. Maar uiteindelijk wordt het jouw wedstrijd, hè? Ja, nou hoorde ik net dat het 5 maanden geleden was. Dus dat is het ook al even tijd. Ja, je hebt het over scoren in een thuiswedstrijd. Dat was tegen Katwijk. In de uitwedstrijd heb je natuurlijk wel gescoord. Maar de ontlading zag je bij de eerste goal. Ja, nou ja, het is vooral lekker voor een spits dat hij ook vroeg valt. Want dan ben je toch de rest van de wedstrijd ook wat vrijer in je hele doen en laat. Gaat toch niet het verhaal van die ketchupfles nou weer tevoorschijn halen? Nee, daar ben ik geen type voor. Hey, maar die 1-0, dat was een echte trainingsgoal, hè? Ja, mooi. Ja, zoals we hem vaak op donderdag doen in een schabloon. En met een goede terugtrekbal van Delano. En ik hoefde alleen tegenaan te lopen. Ja, en jullie waren zo in de gloria dat binnen 2 minuten de 1-1 viel. Ja, dat is, weet je, dan loop je terug naar zo'n goal en dan zeg je het ook tegen elkaar, jongens, gelijk weer scherp en vasthouden. En dan ligt hij 2 minuten later in. Dus dat is wel een beetje een, ja, een sof. Maar ja, goed, daarna hebben we wel nog wat kansjes ook weggegeven. En daar zijn we goed weggekomen. Ik denk dat we de tweede helft wel echt naar onze hand gezet hebben. Ja, met weer een treffen van jou. Een kopbal. Kopte je nou geplaatst op de binnenkant van de paal? Nou, het is niet zo dat hij, als hij voorkomt, dat je denkt, ik knik hem even met de binnenkantpaal erin. Maar hij knikt hem wel naar de lange hoek. En ik had geluk dat het juiste effect eraan zat, waardoor hij vanaf de paal naar binnen tikte, zeg maar. En ja, dat was wel een treffer die volgens mij een beetje ook het geloof bij Maassluis deed wegvloeien. Welke vond je nou mooi, hè? De eerste of de tweede van jou? Nou, ik denk dat de eerste gewoon mooi is, omdat je daar als team gewoon mee bezig bent. En dat het dan in een wedstrijd lukt, dat is super. En dat je dan na afloop tot man of man van de wedstrijd hebt uitgeroepen, dat is dan een extra beloning? Ja, ja, dat is, dat is altijd fijn en dat is leuk. Maar ja, in deze fase, zeker gezien ook, we hebben het vorige week gezien, dat die super lelijke overwinningen eigenlijk in deze fase ook super belangrijk zijn. Dus in dat opzicht denk ik dat we vooral, zoals vorige week, dan maakt Jordi de winnende goal. En dan is iedereen net zo blij, hoor. Ja, en dan is dit de ideale voorbereiding op de 2 cruciale wedstrijden die we gaan krijgen natuurlijk. Ja, dat zijn 2 mooie affiches tegen directe concurrenten. Dus aan de andere kant, dat zijn vaak ook de wedstrijden dat wij toch ook ergens extra kracht vandaan kunnen putten. Dus ik hoop dat dat de komende 2 ook gaat lukken. Nou, wat Hardenberg betreft, daar scoorde je in de uitwedstrijd nog een hattrick. Ja, nou laten we dat maar proberen te herhalen dan. Ja, dus maar even, Rijnsburg is nu een echte titelkandidaat. Geeft dat heel veel druk bij jullie? Nee, druk niet. Meer fijn dat we ons in de situatie gespeeld hebben. Dat we daarbij horen bij die groep die daarom gaat strijden. Want eerste jaren hier lagen we ook op die koers. En toen werden ze opgezet door corona. En een groot deel van die groep is er nog. En dat is hartstikke fijn dat we nu eigenlijk weer die kans krijgen om het nu af te maken. Ja, als laatste, het is nog even afwachten of inderdaad vandaag AFC verliest. Ze staan achter nu tegen Jong Sparta. Als dat gebeurt, ja, dan heb je het volledig in eigen hand. Dat is de winst van vandaag. Ja, maar goed, ik denk dat we door de serie die we zijn ingezet eigenlijk al maanden geleden. Dat we het eigenlijk toen al het heft in eigen hand genomen hebben. Dus dat voor ons qua manier van doen of spelen niet zoveel verandert. Bedankt, succes de komende maanden en... Laten we ons juichen aan het eind van de competitie, Dani. Ik hoop het.